Nu eerst Linda de Mol met de postcode loterij Miljoenenjacht. In deze gepanzerde vrachtwagen zit geld. Veel geld. 5 miljoen euro. Hij is onder strenge bewaking op weg naar de studio. Vanavond maken 500 kandidaten kans dit enorme bedrag te winnen. Vanavond is het zover. Wie wint? De postcode loterij Miljoenenjacht. Het is 29 mei 2005. Dit is de televisiequiz waarin het meeste geld valt te winnen. 5 miljoen euro in de zaal en nog eens 2 keer 5 miljoen in het land. Hier gaat het om, de dames met de koffers. In een van deze koffertjes zit het gigantische bedrag verstopt van 5 miljoen euro. Maar in welke? Kiest de finalist de verkeerde, dan gaat er misschien 3 x 1 eurocent uit. Kiest hij de juiste, dan levert dat misschien niet 1, maar meerdere miljonairs op. Wat er ook gebeurt, hier is de vrouw met een permanent begrotingsoverschot. Hier is Linda de Mol. Ik ben hartstikke verkouden en hartstikke schoor en hartstikke niet zwanger. Dat was een foutje, die jurk van vorige week. Ja, dat heb je wel eens. Welkom in elk geval bij alweer de laatste postcode loterij Miljoenenjacht van dit voorjaar. Het vliegt echt voorbij, zo'n serie. En de tonnen die zijn ook voorbij gevlogen. 816.000 euro was het vorige week. Ik heb heel veel reacties gekregen van mensen die zeiden... die thuiswinnaar, die reageerde eigenlijk nauwelijks toen Martijn langskwam met die koffer. Nou vind ik dat niet zo gek hoor. Het is ook nauwelijks te bevatten. 816.000 euro. Daar moeten wel heel wat muntjes vallen voordat dat echt tot je doordringt. En het was een absoluut record. Maar records zijn er om verbroken te worden. Dus we gaan er gewoon voor vanavond voor die 5 miljoen euro. En dat geldt niet alleen voor de finalisten hier in de studio. Ook weer voor iemand thuis met hetzelfde koffernummer. En voor alle deelnemers met dezelfde postcode. Nou, een bedrag dat veel makkelijker te bevatten is en maar liefst 3 keer gewonnen kan worden vanavond is 10.000 euro. En daarvoor is het nummer 09090345. En nog even voor de duidelijkheid, als u niet wint, heeft u het toch niet voor niks gedaan. Want de meeropbrengst gaat rechtstreeks naar de goede doelen van de postcode loterij. 09090345. Ik kom meteen naar de zaken. We gaan met 3 vragen bepalen welke tribune afvalt en welke de tweede ronde mag spelen. Ik wens u allemaal heel veel succes. Kastjes bij de hand, de juiste vinger en gewoon goed drukken. Daar gaat hij, de eerste vraag. Hoe heet het dochtertje van Isa Hoes en Anthony Kamerling dat op 16 mei jongstleden geboren is? A. Bloem. B. Vlinder. Of C. Storm. U heeft er 5 seconden voor. Gaat de gang. Bloem, vlinder of storm? Alle 3 hele bijzondere namen. Het dochtertje van Angela Schijf heet Bloem. Het dochtertje van actrice Maria Kooistra heet Storm. En die van Isa en Anthony heet Vlinder. Antwoord B. En we gaan snel kijken welke tribune het beste gedaan heeft bij deze vraag. En dat is de rode... helemaal niks. Het scheelt 1 puntje. 204 om 203. We gaan naar de tweede vraag. Wat vierden ze 9 mei jongstleden in de Braziliaanse stad Esperantina? A. De dag van het flirten. B. De dag van het voorspel.
Of C, de dag van het orgasme. Gaat-ie gaan. Het is sowieso iets typisch Braziliaans deze dag. Alle drie even leuk, maar het goede antwoord is C. Er is daar echt officieel een dag van het orgasme ingesteld door de burgemeester. Die vindt dat heel veel problemen, ziekte, stress gewoon allemaal voortkomen uit slechte sekslevens. Dus vandaar dat deze dag ingevoerd is. We gaan kijken welke tribune nu aan kop staat. Dat is de rode met 312 punten. Maar het verschil is nog klein genoeg om alles open te houden. De laatste vraag die gaat het echt beslissen. Daar komt hij, de derde. Wie werd begin vorig jaar in het magazine Inside the Vatican uitgeroepen tot man van het jaar? A. Mel Gibson. B. Toen nog kardinaal Ratzinger. Of C. Nelson Mandela. Gaat uw gang. Man van het jaar. In het magazine Inside the Vatican. Ze waren nogal gecharmeerd van zijn film The Passion of the Christ. Het antwoord is Mel Gibson. Antwoord A. En Mel schijnt inmiddels bezig te zijn met een film over het leven van paus Johannes Paulus II. Maar voor u veel interessanter. Welke tribune heeft gewonnen? Laat het maar zien. Het is de rode tribune. Ja, heel erg sneu voor de blauwe tribune. Je zou er bijna een minderwaardigheidscomplex van krijgen. Maar gelukkig hebben jullie straks allemaal nog een kans om toch die finale te halen. Want ik ga natuurlijk nog een 26e kandidaat trekken. Maar we gaan eerst op zoek naar het beste vak van 50. Welk vak heeft sterk het gevoel dat het gaat winnen? Nou, we zullen het zien, hè. Hier komt de eerste vraag. Daar gaan we. Wat hebben de ezels die in Blackpool op het strand kinderen rondrijden onlangs van de gemeente gekregen? A. Een kasteel. B. Een cao. Of C. Kleding. Gaat u gang. Ik hoor een heleboel mensen zeggen cao. U denkt werkelijk dat ezels een cao krijgen? Nou, dat is inderdaad zo. Want zo'n grappig berichtje. Die ezels hebben nu wettelijk recht op een uur lunchpauze. En ze hebben elke vrijdag vrij. Want ze maken hele lange werkdagen. Ze lopen van 10 tot 7 elke dag. En ze willen gewoon dat de ezels gelukkig en gezond zijn. Ik vind het een mooi streven. En we gaan kijken welk vak de meeste punten heeft. Laat maar zien. Dat is vak nummer 2. 47 punten. Met vak 1 op de hielen. Vak 1, 46 punten en we gaan naar een fragment kijken. Dit is dus voorlopig onze laatste uitzending, maar de wereld van Stichting Doen gaat nog een paar zondagen door. De komende weken kunt u op zondagavond ook nog kijken naar afleveringen uit de documentaire reeks De Wereld van Stichting Doen. U reist dan onder andere mee naar Haiti, het armste land van het westelijk halfrond, om daar microkredietprojecten en alfabetiseringscursussen voor marktvrouwen te bezoeken. Ook komt u in Afrika, waar u ziet hoe hoogopgeleide Afrikaanse vrouwen een vrouwenfonds hebben opgericht, waarmee ze iets proberen te doen aan de werkgelegenheid, de bestrijding van huiselijk geweld en HIV-AIDS-voorlichting. En de week daarop bent u weer terug in Nederland en kunt u mee op theatertournee met de bekende Amsterdams-Marokkaanse rapper Ali B. Hij rapt een boodschap die mensen van verschillende leeftijden en achtergronden aanspreekt en samenbrengt. En verder bezoekt u een van de oerwouden van Brazilië, waar Doen het FSC houtprogramma steunt. U ziet hoe het FSC goedgekeurde tropische hardhout wordt gekapt en verwerkt en het uiteindelijk in doe-het-zelfzaken wordt verkocht. Zo maakt u samen met Doen in enkele weken een wereldreis. Ja, en u zag net Ali B. al voorbij komen en over hem hebben we een vraag. Daar komt-ie.
Welk van onderstaande nummers is niet van Ali B? A. Lijpe mokro flavor. B. Zinloos. Of C. Waar gaat dit heen? Gaat uw gang. Lijpe mokro flavor, zinloos of waar gaat dit heen? Het goede antwoord is zinloos. Dat is namelijk van Lange Frans en Baas B. En als ik me niet vergis, stond vak 2 bovenaan, toch? Ja, en vak 1 op de tweede plaats. We gaan kijken, hoe ziet het er nu uit? Vak 1 staat bovenaan. 86 punten. Maar we zijn er nog niet. Niet te vroeg juichen, er komt nog één vraag. En dan weten we het, daar komt-ie. Hoe noemen de Zweden het tekentje dat wij in Nederland apenstaartje noemen? A. Olifantenslurf. B. Slakje. Of C. Varkenstaart. Gaat u gang. Olifantenslurfje, slakje of varkenstaartje? Ja, dan moet je net toevallig in Zweden zijn geweest natuurlijk om dat te weten. Het goede antwoord is A. Olifantenslurf. Ik zie vak 1 niet erg blij kijken. In Frankrijk noemen ze het een slakje en de Denen en de Noren noemen het een varkenstaartje. En ik zie u denken, interesseert me helemaal niks. Wie heeft er gewonnen? Nou, we gaan het nu zien. Wat is het winnende vak van vanavond? Dat is vak 1 met 90 punten. Eerlijk is eerlijk. En toen waren het er nog maar 50. En dat waren er nog 25 te veel. Want de vraag is, wat is het winnende blok van deze laatste uitzending? Is het blok A of is het blok B? 3 vragen dus die alles gaan beslissen en hier komt de eerste. Wie was premier van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog? A. Louis Beel. B. Pieter Gerbrandy. Of C. Hendrik Colijn. Alleen voor vak 1. Gaat uw gang. Louis Beel, Pieter Gerbrandy of Hendrik Colijn? Ver voor mijn tijd. Lastige vraag. Het goede antwoord is B. Pieter Gerbrandy. Wisten jullie dat? Nou, eens even kijken. Welk blok heeft het beste gescoord? Dat is gelijk. Oh. Blok A en blok B, allebei 10 punten. Spannend. We gaan naar de tweede vraag. Daar komt-ie. Wat is volgens een enquête van de internetsite singlesite.nl de grootste afknapper tijdens een one-night stand? A. Een penetrante zweetlucht. B. Passief gedrag. Of C. Aanwijzingen geven. Gaat u gang. De grootste afknapper tijdens een one-night stand. Ik ben helemaal niet van de one-night stands, maar toch vind ik ook dit de grootste afknapper. De penetrante zweetlucht. Antwoord A. Ik zie iedereen zo zitten. We hadden een gelijke stand, blok A en blok B. Is dat nog zo? Nee, blok A staat aan kop met 23 punten. Een heel klein verschilletje maar. Dus de laatste vraag gaat het beslissen. Daar komt-ie. Hoe heet de documentaire reeks ter nagedachtenis aan André Hazes die de Tros vanaf 4 augustus uitzendt? A. Gewoon André. B. Namens André. Of C. Typisch André. Gaat uw gang. Hoe heet die reeks? 6 afleveringen zijn het waarin Rachel en de kinderen gevolgd worden in de aanloop naar het herdenkingsconcert in de Ahoy op 23 september. En het heet Namens André. Antwoord B. Oh jee. Ik ben benieuwd. Wat is het winnende blok van deze laatste uitzending? Dat is blok A met 25 punten. Ik zit tegen 475 sippe gezichten aan te kijken, terwijl het toch een ontzettend gezellige dag is. Maar misschien dat ik ze met de kansgenerator weer een beetje aan het lachen krijg. Want je wil natuurlijk niet close in beeld verschijnen met zo'n zure blik. Dus allemaal lachen.
rechtop gaan zitten. Doe je haar goed. Doe een schietgebedje. Wie is onze 26e kandidaat, Wim? Nou, Linda, ik weet zeker dat die er zin in heeft. En dat is niet zo vreemd, want ook onze nieuwe kandidaat die weet... ik krijg geheid een prijs. Waar hang je uit? In ieder geval, in vak 5 zit je en je zit in blok. In blok A. En op welke stoel? Altijd weer spannend. Op stoelnummer, daar komt hij. 19. Hé, hey, die Henk. Henk Jongman. Ik weet niet of je vorige week gekeken hebt, maar vorige week boden wij de 26e kandidaat een auto. En toen besloot hij nog om het erop te wagen. Deze week is het geen auto, maar het is wel een... Ja, wat is het eigenlijk, Wim? Zeg jij het maar. Ja, pak je agenda maar vast, Henk. Want jij en je partner gaan naar een Caribisch eiland. 2 weken met oliesuis naar Tobago. Geniet van de natuur. Boven en onder water. Worden 2 weken Tobago of ga je knokken voor een gouden koffer? Ik ga het mee spelen. Je gaat spelen? Ja. Gezellig, Henk. Oké. Hartstikke dapper. Henk wil toch liever meespelen. Gek eigenlijk, de meeste kandidaten kiezen toch voor die optie. En gelukkig maar voor al die andere deelnemers, want wie, Wim... ligt er nu straks wel op het strand? Ja, en de vraag is dan, Linda, hoe bruin wil je worden? Normal, medium rare of misschien wel well done? De kansgenerator die zit in vak 3 en die gaat naar het goede blok. Die hangt nu in blok B. En op welke stoel komen we terecht dit keer? Op stoelnummer 10. Bianca Bektas uit Rotterdam, je gaat op vakantie. Die zie ik daar wel liggen hoor, in de bikinietje op Tobago. En droomt u ook van verre reizen, maar zit het er gewoon even niet in. Investeren is 75 eurocent in ons belspel. Over een paar minuten ga ik echt 10.000 euro weggeven aan een beller. En het nummer is 0909-0345. En daar staan de 26 mensen die... binnenkort op een barbecuefeestje kunnen vertellen dat ze bijna miljonair geworden waren in een televisiequiz. Met de nadruk op bijna, want 24 kandidaten zullen helaas roemloos ten onder gaan. Alleen de 2 allerbeste hebben straks recht van spreken. 6 vragen en bij gelijke stand telt de snelste tijd. Ik wens u alle 26 heel erg veel succes. Daar gaan we. Vraag 1. Hoe had het Belgische blad Deng Dick Bruna's figuurtje Nijntje op de cover van het aprilnummer afgebeeld? A. Cocaïne snuivend of B. met een pistool? U mag nu drukken. Hoe was Nijntje afgebeeld op een Belgisch blad? Het was antwoord A. cocaïne snuivend. Hoe komen ze erop? Nijntje met een lijntje. En Dick Bruna was terecht heel erg boos en dat nummer is ook uit de handel genomen. Maar we gaan even kijken wie het goed hebben. Waar worden de lampen blauw? 19 goede antwoorden, 7 fouten. En dat betekent dus dat 19 mensen de eerste 7 punten gescoord hebben. We gaan naar een fragment. Ze noemen het ook wel de vergeten ramp. Maar gelukkig is Artsen zonder Grenzen wel aanwezig in dit gebied. De Soedanese provincie Darfur woedt sinds begin 2003 een hevige oorlog tussen Arabische nomaden en de Afrikaanse lokale boeren. De bevolking is het slachtoffer van geweld, hongersnood en epidemieën. Inmiddels zijn er 70.000 doden gevallen en zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Artsen zonder Grenzen zorgt voor therapeutische en aanvullende voeding, basisgezondheidszorg en de behandeling van diverse ziekten. Ook zuivert ze 3 miljoen liter drinkwater per dag. Hierdoor is een gedeelte van de mensen in de vluchtelingenkampen tenminste verzekerd van basale gezondheidszorg, schoon drinkwater en voedsel. Fantastische organisatie. En we hebben er een vraag over. En die luidt: welke radiozender hield van 20 tot en met 24 december een nationale actie ten behoeve van de slachtoffers in Darfur? A. Radio 538 of B. 3FM. U mag nu drukken.
Radio 538 of 3FM? En het goede antwoord is 3FM, antwoord B. De DJ's Claudia de Breij en Giel Beelen en Wouter van der Goes hadden zich opgesloten in een soort glazen radiostudio. En hebben een soort continu uitzending verzorgd zonder te eten en bijna 1 miljoen euro ingezameld. Wie hadden het allemaal goed? 15 goed, 11 fout, 15 mensen scoren 11 punten. En ik wil wel even zien wie er bovenaan staat. Het zijn weer mannen, hè? Allemaal mannen. Geen vrouw gezien in de finale. Op 1 staat Emiel, dat ben jij. Ja. Hi. Hi. Je zegt het alsof je het heel gewoon vindt. Nou, nee. ik ben heel erg verbaasd. Nog 4 vragen. Ja. En op de 2e plek staat Guus, dat bent u meneer, onderaan. Ja, jullie staan vlak bij elkaar, hè? Waar komt u vandaan? Uit Diemen. Uit Diemen. Nou, spannend. Hou vol, want er komen nog 4 vragen aan en dit is de 3e. Wat heeft een man die leidt aan het Couvade-syndroom? A. Overgangsklachten of B. Zwangerschapskwalen? De tijd loopt. Ja, er zijn mannen die daar last van hebben. Het Couvade-syndroom, ik had er nog nooit van gehoord. Dan denk je toch, nou, weet ik wel ongeveer alles op dat gebied. Maar deze is nieuw. Dat zijn mannen die last hebben van zwangerschapskwalen. Antwoord B. Er zijn dus mannen die zich zo verbonden voelen met hun zwangere vrouw dat ze 's ochtends misselijk zijn, in gewicht toenemen, last hebben van wisselende stemmingen. Echt waar. We gaan even kijken wie het wisten. Wie hebben het goed? 18 maar liefst. Heel veel. 8 fouten maar. Dus 18 mensen die 8 punten gescoord hebben. Goed, de 26 miljoenenjagers die mogen even uitblazen en zich bezinnen op hun tactiek. Ik ga namelijk 10.000 euro weggeven en dat doe ik allereerst met heel veel genoegen aan iemand uit de zaal. Wim, wie krijgt ze? Ook in deze laatste miljoenenjacht, Linda, zit nu iedereen in de zaal. Gezellig in de stress. 10.000 euro, zo dadelijk bij jou. En als je denkt, dat geloof ik niet, wacht maar af. Hier komt-ie. Jouw naam is Edwin Kluivers op stoel nummer 10. 10.000 euro. Gefeliciteerd, Edwin. Hij is er zo te zien heel erg blij mee. En nou, ik weet zeker dat dat ook geldt voor de beller thuis die aan de telefoon nummer 10 kreeg. Want ook u krijgt zomaar op een zondagavond in mei 10.000 euro cadeau. Nou, ga nou niet meteen bij de pakken neerzitten als u niets heeft gewonnen. Want we gaan het nog 2 keer doen. Gewoon weer 10.000 euro. Alleen dit keer een ander nummer. 09090355. En de details van dit belspelletje vindt u zoals altijd op teletext pagina 230. En nu wordt het lastig, want nu zijn het geen 2 antwoordmogelijkheden, maar 4. En je moet net zo snel reageren. Hier komt de volgende vraag. GroenLinks bindt de strijd aan met SUV's. Wat zijn SUV's? A. Nertsfokkers. B. Auto's. C. Kerncentrales. Of D. Rechtsextremisten. Nu kunt u de knoppen bedienen. Nertsfokkers, auto's, kerncentrales of rechtsextremisten. SUV's zijn auto's. Antwoord B. Het is de afkorting van Sports Utility Vehicle. Ze noemen het ook wel PC-hoofdtractoren, ASO-bakken. Enorm veel om te doen tegenwoordig. En wie hebben het goed? Laat het maar zien. 14. 12 fouten, 14 mensen die 12 punten scoren. En we hebben een nieuwe nummer 1. En die heet Floris. En dat bent u. Hallo Linda. Hallo, wat leuk. Emiel is gezakt naar de 2e plek, maar staat er nog steeds bij. Floris, het wordt spannend. Nog 2 vragen. En dan weten we of je in de halve finale staat of niet. Ik doe mijn best. Zou ik zeker doen. En we gaan nu naar een fragment kijken. Deze zomer genieten zo'n 3 miljoen Nederlanders weer van het campingleven in binnen- en buitenland. En dat allemaal omdat het een halve eeuw geleden zo begonnen is. In de jaren 50 wordt kamperen razend populair. De vrije dagen nemen toe en het pas aangeschafte autootje leidt tot een merkwaardig fenomeen, het bermtoerisme. Deze curieuze vorm van recreatie wordt al snel verboden.
Maar de drang om midden in de natuur gezellig bij elkaar te kruipen blijft. Bovendien wordt kamperen met de dag eenvoudiger en aantrekkelijker. Zij zat er ook al in. We hebben een bijpassende kampeervraag, daar komt ie. In welk land staat de camping die door de ANWB werd uitgeroepen tot beste Europese camping van 2005? A. Frankrijk. B. Spanje. C. Nederland. Of D. Italië. Gaat uw gang. Waar staat de beste Europese camping van het jaar? Nou, ieder jaar wordt die camping zeg maar uitgeroepen en dat is dit jaar een camping in Nederland. Antwoord C. Hij staat in Brabant. Weet u hoe die heet? Camping De Paal. Ja, ondanks die naam de beste. We gaan kijken, wie hebben het goed? Oh, dat zijn er weinig. Dat zijn er maar 7. En 19 mensen die dat fout hadden. Daar gaan we weer. Wie deed ooit mee aan de Soundmix Show alleen maar om over zijn passie voor patisserie te kunnen praten? A. Cas Spijkers. B. Paul Vagel. C. Rudolf van Veen. Of D. Pierre Wint. U mag nu drukken. Lastige vraag hoor. Maar wel de laatste. Dat is heel erg belangrijk. Er is dus een van deze koks geweest die alleen maar meedeed aan de Soundmix Show omdat hij daarin een gelegenheid zag om te praten over zijn passie voor taarten bakken. En dat was Rudolf van Veen. En ik zie veel teleurgestelde gezichten. Eens kijken, is er iemand die dit wist? Ja, 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 het waren er toch nog 8. En die krijgen allemaal 18 punten. En ik zie dat Floris het niet goed had. Emiel had het ook niet goed. En betekent dat we toch nog een hele andere winnaar hebben? Laat het maar zien. De winnaar is ene Arjan. En op 2, Floris. Gefeliciteerd. Zo, dag Floris. Dag Arjan. Hi. Ik wil nu wel even een beetje weten wat voor vlees ik in de kuip heb. Mag ik bij jou beginnen, Floris? Je komt uit en ben je getrouwd. En wat doe je voor de kost? Vertel even. Ik kom uit Warmond. Dat ligt bij Leiden. Ja. Mijn partner is Diane. Wij leven in Zonde. Maar we hebben wel een jongetje van 2. En die heet Fonsi. Wat leuk. En nooit getrouwd? Nog niet. Maar ja, het zit nog wel in de pijplijn. Zeg maar, als je een paar ton wint, dan denk je, nou, dan geef het dan feest. Is dat een fraaie bestemming. Ja, dat zou leuk zijn. Absoluut. Ja. En jij, vertel. Arjan Evers. Ik ben 31. Ik kom uit Voorthuizen. De Veluwe ligt dat. Ja. Ik ben getrouwd met Nathalie en we hebben sinds 5 weken een dochtertje, Mila. Wat leuk. We zijn vandaag voor het eerst op pad zonder haar. Dus... Echt waar? Ja. Voor het eerste dagje uit? Nog geen nacht geslapen waarschijnlijk, of wel? Heel weinig. Je kunt waarschijnlijk wel zien nog een beetje. Het is een zware tijd. Ja. Nou, jeetje, ik vind jullie allebei gewoon ontzettend aardig. En ik kan alleen maar hopen dat jullie dat straks ook nog van mij vinden. Want ik moet helaas één van jullie tweeën kwijt zien te raken. En het liefst natuurlijk goedschiks. Maar desnoods kwaadschiks. Je kunt door als de lamp groen wordt op de knop te drukken aangeven dat je bereid bent om vrijwillig van je finale plaats af te zien. In dat geval krijg je de troostprijs die zich nu nog in die gouden koffer bevindt. Als jullie allebei niet drukken, dan rest mij niets anders dan via een vraag een beslissing af te dwingen. En in dat geval is er dus 1 echte verliezer die helaas met helemaal niks naar huis gaat. Het zou vast enorm helpen als je weet wat er in die koffer zit. Maar als ik dat zeg, dan staat volgend seizoen Winston hier en zit ik thuis. Dus dat doe ik niet. Je moet de beslissing helemaal zelf nemen zonder dat je weet wat erin zit. En je weet natuurlijk wel wat er in die 26 finale koffer zit. Van 1 eurocent tot 5 miljoen en alles wat daartussen zit. Heel verleidelijk natuurlijk om te denken aan die 816.000 euro van vorige week. Maar ik zeg er maar even bij, er heeft ook wel eens iemand 10 euro gewonnen in de finale. Dit ter overweging. Kijk naar de lamp, want als je wilt drukken, dan mag dat zodra die groen wordt.
En dat is nu. Floris en Arjan, hij is heel erg groen. Hij wordt niet groen. En als je wil, moet je nu drukken en het kan niet meer. Te laat. Dappere man hoor. En normaal gesproken vind ik het altijd zo top als kandidaten stug volhouden en doorgaan. Maar nu vrees ik echt met grote vrezen dat jullie misschien wel eens heel erg spijt gaan krijgen van deze beslissing. Want kijk even wat er in de koffer zat vandaag. Ik weet wat erin zit, Linda. Arjan en Floris. Oei, foutje, bedankt. Dit had bij jou voor de deur kunnen staan. Je eigen Mercedes Cabrio. Als de zon doorbreekt, dan ga jij lekker uit je dak. En is dit niet je kleur, dan bestel je toch gewoon een andere. Ja. Was lekker? Ja. Ja, wat denk je nu, Arjan? Linda. Ja, dat is even slikken, hè? Ik had jou er ook wel eens zien zitten, of? Ja, ik ook wel, ja. Ja. Maar wel heel erg aardig van jullie dat jullie deze auto aan een ander gunnen. Hoe is het met uw bloeddruk op de tribune? Kunt u het aan? Want we gaan hem echt weggeven, hoor. Jeetje, wat ontzettend spannend. Daar gaat hij, Wim. Wie krijgt hem? Ja, je krijgt hem. Oei, het zou je gebeuren. Ja, cabrio rijden. Ja, heel speciaal. Je ruikt het versgemaaide gras, je geniet extra van de natuur. En de nieuwe eigenaar van deze bolide zit in ieder geval in vak 10. En in blok. Oeh, in blok B en op welke stoel? Daar komt hij. Op stoel 8. Martijn Kager uit Leiden, je hebt een cabrio. Hoe vind je dat? Ja, fantastisch natuurlijk. Zit je helemaal in het verdomhoekje van de tribune, win je gewoon een auto. Ja. Heb je wel je rijbewijs? Ik heb mijn rijbewijs, ja. En niet toevallig net vorige week een nieuwe gekocht? Nee, ik heb helemaal geen auto. Oh, ja. Nou, wat goed zeg. Jeetje. Sportief van jullie. Nou, het uur u. De inschattingsvraag. Een hele moeilijke vandaag. Met natuurlijk 3 antwoordmogelijkheden. Als je het antwoord denkt te weten, geef een ram op de knop en antwoord dan ook direct. Is het antwoord goed, dan ben je de finalist. Is het fout, dan krijgt je tegenstander de kans uit 2 andere antwoorden te kiezen. En dan nog zou je kunnen winnen, theoretisch, hè? Concentreer je goed. Daar komt de vraag en die luidt. Wat is de hoogste snelheid die ooit op een fiets bereikt is? A. Circa 68 kilometer. B. Circa 168 kilometer. Jij mag het zeggen. B. Jij denkt B. Ja. 168 kilometer op een fiets, hè? Ja. Dat is hard, hè? Dat is heel hard, maar... Ja, het zou kunnen. 268 is nog harder. Ja. 68, het is een hele lastige. Wat denk je? Heeft hij gelijk, Floris? Ik hoop van niet. Ik had zelf C gegokt. Jij had C gezegd. Ja. Arjan, we gunden het je van harte. Ja, dankjewel. Net vader geworden, je kan het vast goed gebruiken. Is antwoord B het goede antwoord? Nee, het is fout. Jammer, ja. Jeetje. Ja. Maar nu jij, want je bent er nog niet. Nu moet jij kiezen tussen antwoord A en antwoord C. Ik snap dat u wilt voorzeggen, maar u weet het ook niet. Wat, Floris, is jouw antwoord? Nou, Linda, ik weet dat ze in de Tour de France vaak harder rijden dan antwoord A. Dus ik kies voor C. 268 kilometer op een fiets. Ik zou het zelf niet willen doen. Jij kiest voor antwoord C. Ik kies voor antwoord C. Als het goed is, spelen wij de finale. Als het fout is, ben jij de finalist. Is antwoord C het correcte antwoord? Ja of nee? Yes! Dat is onze finalist. Van deze Bijlen. Jammer. Kan er niks aan. Ja, natuurlijk. Wel 3 keer. Met liefde. Dankjewel. Jeetje Arjan, wat jammer. Het spijt me heel erg, maar je hebt het geprobeerd. Je bent er helemaal voor gegaan. Ja. En we hebben een finalist. Ik ga van jou helaas afscheid nemen. Je krijgt wel straks een koffertje. En we gaan met z'n allen duimen dat je raadt wat erin zit. Zullen we dat afspreken? Ja. Oké, dankjewel. Tot ziens. Floris, kom even bij me staan als je wil.
Gefeliciteerd, hè? Van harte. Goed hoor. Staat in de finale. De laatste finalist van deze serie heet Floris. En de deelnemers in de straat van Floris zitten nu natuurlijk al met het zweet in hun handen. Het is een heel klein straatje. Oh, echt waar? Ja. Hoe klein? Hoeveel huizen staan er? Ik denk dat er 4 of 5 huizen staan. En zijn ze lid van de postcode loterij? Ik heb geen flauw idee. Dat weet je niet eens. Jeetje. Nee. Nou goed, mocht u nou helemaal niet bij Floris in de straat wonen, dan kunt u toch nog wat winnen en wel 10.000 euro. Het enige dat u hoeft te doen is te bellen naar 09090355 en dan heel hard duimen. Want over een paar minuten geef ik 10.000 euro weg. Zullen we gaan? Zullen we doen? Leuk. Kom op deze kant. Wat. Zo zit je nog lekker rustig op de tribune en zo sta je met 6 camera's op je gericht op een podium in de finale. Hoe voelt het? Het is echt ongelooflijk. Vind je onwerkelijk nog, hè? Ja, het is heel onwerkelijk, ja. Nou, ik hoop niet dat je te zenuwachtig bent om deze belangrijke beslissing te nemen, want je moet natuurlijk wel een koffertje gaan kiezen en we hangen met z'n allen aan je lippen, ook thuis. Ook voor de mensen thuis een belangrijke keuze. Welke wil je hebben? Het wordt koffer 19. 19? Wat een verrassend nummer. Ja. En waarom nummer 19? 19 is de verjaardag van mijn zoontje. De verjaardag van je zoontje. En dat is de geluksdag, de geboorte van je kind. Dat is de geluksdag, dus dan moet hij het maar worden. Nou goed, nummer 19. Kijk eens vlak achter je. Daar is hij. Alsjeblieft. En we hopen dat hij geluk gaat brengen. Nummer 19, daar draait het dus vanavond allemaal om. Dat is het koffernummer. Speelt u mee met nummer 19, dan maakt u vanaf nu dus kans op dezelfde hoofdprijs die Floris wint. En dat geldt ook voor alle deelnemers met jouw postcode. En ik weet nog helemaal niet welke postcode je hebt. 2361GL. 2361GL. Goed, notaris Massini gaat nu vast een thuiswinnaar trekken, zodat Winston weer op pad kan. Goedenavond, meneer Massini. Wie wordt het vanavond? Ja, dat kan ik natuurlijk nog niet zeggen, dat horen we straks van Winston. Wel ga ik nu dus die thuiswinnaar trekken uit de pool van mensen die meespelen met koffer nummer 19. En ook nog 50 winnaars en de namen van al die mensen staan vanavond al allemaal op het internet. Goed, dank u wel meneer Massini, tot volgend seizoen. En vorige week toen won Thomas uit Raamsdonk Sfeer, misschien heb je het gezien, het ongelofelijke bedrag van 816.000 euro. Nou, de volgende dag mocht hij dus vette checks gaan uitdelen aan zijn buren. En heel gek, alle deuren gingen wagenwijd voor hem open. Ik heb vorige week 816.000 euro gewonnen bij de postcode loterij Miljoenenjacht. En ik mag dit bedrag nogmaals uitdelen onder mijn buren in hetzelfde postcodegebied. Hallo, ik heb een leuk bericht voor jullie. Mag ik even binnenkomen? Ja, maar. Winnaar geworden van de postcode loterij Miljoenenjacht. En mijn vraag is, met hoeveel loten spelen jullie mee? Eén. Dan mag ik jullie een bedrag geven van 81.600 euro. Dat is een dikke rutje. Hallo. Goeiedag. Zeker goeiedag. Wat is dat nou toch? Ik heb een verrassing voor u. En ik heb 816.000 euro gewonnen. Van de postcode loterij mag ik dit bedrag nog een keertje geven. En met hoeveel loten spelen jullie mee? Met 3 loten, dacht ik. 3 loten? Dan heb ik een verrassing voor u. En dan heb ik 3 checks voor u van groot 81.600 euro per stuk. Dat is niet normaal. Dus mag ik die u uitreiken? Dat is niet normaal. Ja, we zijn met z'n drieën, hè? Kijk eens, Quint. 2. Dankjewel. 3. En 3. Zo, is dankjewel. Dat echt, hè? Dit is geen grap, hè? Nee, het is geen grap. Het is echt. Van... Ik weet niet wat ik zeg, ik ben hartstikke blij, maar ik heb er geen woorden voor. Dankjewel. Echt waar. Ook wel. Oké. Ik ben op zoek naar mevrouw van Zelt, meneer van Engelen. Net andersom. Met hoeveel loten heeft u meegespeeld? Ik 2. 2?
Dan heb ik voor u 2 loten van ieder groot 81.600 euro. En mag ik vragen met hoeveel loten dat u meespeelt? Met 4. Met 4? Dan heb ik voor u nog een grotere verrassing. Dan heb ik voor u 4 keer 81.600 euro. Een gezamenlijk bedrag van 326.000 euro voor u en voor u 163.000 euro. Oh. Hartstikke bedankt. Goed nieuws, de uitreiking van de 10.000 euro award. En er zijn 500 genomineerden, maar wie krijgt hem, Wim? 500, dat zijn er wel erg veel, Linda. We hebben een deskundige jury en die bestaat uit de kansgenerator. En die zegt dat de naam van onze winner luidt, daar komt hij, Steven Keij op stoel nummer 5. Steven, aanpakken, 10.000 euro. Gekoppeld aan de winnaar thuis. En de naam van die bofkont is zojuist in beeld verschenen. Gefeliciteerd met uw 10.000 euro. En nog 1 kans om uw naam daar vanavond ook te zien staan. De laatste 10.000 euro. En daarvoor is het nummer 09090365. Nummer 19. Koffer nummer 19. Wat zou er toch in zitten? Ik hoop heel veel. Natuurlijk. Ik hoop het ja? Ook, ja. Je hebt je vrouw meegenomen. Klopt. Ze heet? Diane. Diane. En ze zit daar. Hallo Diane, hartelijk welkom. Hebben jullie dromen? Hebben jullie nog onvervulde wensen? We hebben daar eigenlijk nooit zo over nagedacht natuurlijk. Maar we zijn wel bij elkaar, maar we moeten nog trouwen. Dus we gaan sowieso dan een mooi trouwfeest organiseren. Een mooi trouwfeest. En nog, verder nog wensen, andere dingen? We hebben wel altijd gedroomd om nog eens een keer naar heel ver weg te gaan. Naar bijvoorbeeld Bora Bora. Ah, zo'n droomeiland. Dus dat zou wel heel mooi zijn. Ja. Nou, dat moet er toch wel in zitten als we een beetje ons best doen, Diane. Hij gaat zijn best doen. Is de gokker? Ja. Oh, dat is mooi. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Zullen we het maar gewoon gaan doen? Laten we het maar doen. Mag ik u allemaal heel veel succes wensen? Met name Arjen natuurlijk. Hè? We duimen voor je, Arjen. Met koffer 2 zit hij daar. Je moet 6 koffers openmaken als eerste. En ja, hou de bedragen laag. Dat is het enige wat ik kan zeggen. En het is natuurlijk een gelukskwestie. Ja, precies. Daar gaat hij. Kom maar bij me staan. Ik kies voor mevrouw op 21. 21. Ik denk 1 miljoen. 1 miljoen? Ja. Dat hopen wij niet. Maar ja, als je dat denkt... Je kunt er 26.000 euro mee winnen. Maak hem maar open. Wat zit er in koffer 21? Iets lagers? Ja, 20 eurocent. Goeie hoor. Mooi, goed begin. Ja, heel goed. Nog 5. Zeg het maar. De meneer op 10. De meneer met 10. 10 euro. In 10 zit 10 euro, denkt u? Zou kunnen, hè? U krijgt 25.000... Een miljoen. U had 1 miljoen. Jammer nou. Sorry. Ja. Jammer voor u, jammer voor jou. Ja. Nou, vergeten het. De volgende. Ik denk dat in koffer 9 dan een lager bedrag zit. Meneer 9, wat denkt u zelf? Eerst even zeggen. Ja, ik denk 200.000. Nou, daar kunnen we wel mee leven. 200.000 euro in koffer 9? Nee hoor, 10.000 euro. Dat is een goeie. Dat is nog, een hoop geld. Nog 3. Ja, nog 3. De meneer van 3. Meneer 3. Ik ga voor 10 euro. Wacht even. U was toch degene die niet naar Tobago ging? Ja, inderdaad. Henk. Ja. Ja, Henk. En wat denk je dat erin zit? 10. 10? Ja, 10 euro. 10 euro. Ja. Nou, we gaan kijken. Ik hoop het voor je. Oh! Nou, we worden niet zo heel blij. 2 euro. Dit is niet zo prettig. Nog 2. Daarom. De meneer van 24. Meneer 24. 100 euro. 100 euro in koffer 24. 10 euro. Nou, daar zat die 10 euro in. Nog eentje. Nog eentje.
Dan kies ik de meneer van 16. Meneer 16. Helaas, je zit 5 miljoen in. Nee, echt waar, dat hoop ik toch echt niet hoor. Dan wordt het zo... Nee joh, 20. Gelukkig. 20 euro maar. Niks aan de hand. Nou, als ik zeg dat het een beste ronde was, dan lieg ik. Want ja, die miljoen en die 2,5 miljoen is natuurlijk heel vervelend. Maar laten we niet vergeten dat het belangrijkste bedrag... Zit er nog in. 5 miljoen euro is en dat zit er gewoon nog in. Dus er is niks aan de hand. We hebben nog 20 koffers. En de bank berekent op dit moment het openingspot. We gaan eens kijken. Zij is er al uit. Laat maar meteen zien. 12.000 euro. Diane. Doorgaan. Doorgaan. Wat vind jij? Linda, we gaan door. We gaan door. Oké, okay, we gaan door, Floris. Je mag 5 koffers zelf maken. Het blijft een spannend spelletje. Je weet nooit hoe het loopt. Ja. Nou, zeg het maar. Ik doe de meneer van 23. Meneer, eerst even zeggen wat je denkt. 1 eurocent. 1 eurocent, dat zou lekker zijn. 20.000 euro voor jou. Oh, 500. 500. Goeie. Nog 4. De meneer van 25. Dat bent u. Ik schat 2500. 2500 euro voor 19.000 euro als het klopt. U was hartstikke warm. 5000 euro, jammer. Nog 3. Gaat goed hoor. De mevrouw van 1. Mevrouw 1? 5 miljoen denk ik. Echt waar? Ja, denkt u in ben koffer er 1? Voor. In de laatste uitzending in koffer 1? Ja, het kan natuurlijk, maar ik hoop het niet. Geef maar een ruk aan. Nee hoor, veel minder. 50 cent, hartstikke goed. Nog 2. Gaat heel goed, Floris. Je doet het uitstekend. Nog 2. Hou ze laag, hou ze laag. Hou die 5 miljoen erin. De mevrouw van 11. Dat bent u. 2500 euro. 2500. U krijgt 17.000 euro. Dat zou mooi zijn. Gooi maar open. En het is... 75.000 euro. En je moet nog 1 koffertje openmaken. En als je hem nou laag houdt, heb je een super ronde gespeeld. Ik doe de mevrouw van 17. Dat is die mevrouw met groene t-shirt. Ja, dan met u. Hallo, ik denk 1000 euro. 1000 euro, die zit er nog in. 16.000 euro en ik hoop het, ik hoop het, ik hoop het. Is het 1000? Nee, 1! Goed, hè? Yes. Heel goed. Ja, echt goede ronde. Nou, heel goed gespeeld. 12.000 euro was het openingspot, maar inmiddels zijn er al 11 koffers open, Diane. En die 5 miljoen nog erin en al die tonnen ook, hè? Die moet je ook niet vergeten. Nee. Moet eens even kijken, joh. Het ziet er goed uit, hoor. Wat is het bod van de bank nu? Zo, dat is beter. 48.000 euro. Wat doen we? Je kan er wel leuk vertrouwen, hoor, van 48.000 euro. Dat denk ik ook wel, ja, ja, ja. Maar we gaan door, Linda. We gaan door? We gaan door. Zo'n laatste aflevering hoop je natuurlijk op een heel hoog bedrag. Dat betekent dat jij 4 koffers open moet gaan maken. En alsjeblieft hou de 5 miljoen erin. We gaan ons best doen. Oké. De meneer van 14. Dat bent u. Hi. Hi. Hoe is het met jou? Ik denk 1 eurocent. Denk je dat? Ja. In koffer 14? Ja. 15.000 euro als het goed is. En het is... Oh. Yes. Goed. Nog 3? Nog 3, hè? Ja, nog 3. Oeh. Ik denk de mevrouw op 7. Mevrouw 7. Dat ben jij. Ik denk 50.000 euro. Nou, dat zou ik prima vinden, want dan win jij 14.000 en het wordt wel eens tijd. 50.000 euro in koffer 7. Oh. Je had een dure. Je had 4 ton op je schoot. Ja, wat heb je eraan, hè? Niks. Nog 2. Ik doe de mevrouw op 18. Mevrouw 18. Ik denk 25.000. 25.000 euro, 13.000 euro, 13 koffers in het spel. En het is... Ach, 1 nulletje. Wat scheelt het, hè? Eentje nog, je gaat goed, eentje joh. Nog, eentje ja. nog, eentje nog. Ik doe de mevrouw op 12. Mevrouw 12, dat bent u hiervoor. 100.000 euro. 100.000 euro in koffer 12. U wint 12.000 euro als het goed is.
Is het goed? Krijgt u hem open? Oeh, 300.000. Dat is jammer. Maar... Hij zit er nog in, hè? 5 miljoen was veel erger geweest, hoor. Ja. Nog niemand heeft het geraden, hè? Nee. Dat is jammer. Maar hij gaat lekker. Want de 5 miljoen zit er nog in, 500.000 zit er nog in. En we hebben inmiddels nog maar 11 koffers. Dus zelfs ik, met mijn boerenwiskunde, weet dat dat een kans is van bijna 10% dat koffer nummer 19, jullie geluksdag, 5 miljoen bevat. Nou, ik ben benieuwd. Wat zou de bank nu bieden? We hadden 48.000 en het is nu... Zo. 92.000 euro. Ja? Nou, het publiek vindt duidelijk dat je door moet gaan, maar ja. 92.000. We gaan door. We gaan door? Ja, we doen het nog een keer. Hij is een gokker. Vindt het goed, Diane? Ja, ik weet dat hij een gokker is, dus ik heb niks te vertellen. Was jij gestopt? Ik wel al lang. Het is wel goed dat hij door is gegaan, want hij staat wel al op 92. Ja, we gaan het doen. We gaan het doen. We gaan 3 koffers openmaken. Mooi. Nou, we duimen voor jullie, hoor. Ik ga hartstikke duimen dat we lage bedragen... Nou, zoveel laag hebben we niet, hè? 1 eurocent, 50, 1000, 100, zeg het maar. Ik duim met je mee. De meneer op 2. Nou, dat is Arjan. Arjan, doe even een hele goeie, hè? Ik denk 1 eurocent. Dat denk ik ook. Ja. Dat is echt, dat zou echt iets voor jou zijn dat jij met 1 eurocent zit en heb je 11.000 euro en het is... Het is niet te geloven. Nee, het is niet te geloven. Ja. Zonde. Arjan, uitgerekend Arjan. Hè? Zit met 5 miljoen euro op zijn schoot. Zonde. Ja. Jammer voor jou en ook heel jammer voor Floris. Nou, die anderen erin houden. Dan houdt de schade zich nog een beetje een in de perken. Beetje beperkt, dus hè? Gewoon lage bedragen nu. Ik doe de meneer van 15. Meneer 15, daar bent u. Ik denk 7500 euro. Dat is een goeie. 7500. 10.000 euro voor u. En het is... 100. Yes. Nog één. 1. Niet het 500.000, hè? Alles behalve het 500.000 en dan is het niet zo heel dramatisch. Dan zakken we misschien iets, maar niet zoveel. Ik kies de mevrouw van 13. Mevrouw 13. Ik hoop dat er 1 eurocent in zit. Nou, ik ook. Okay. Dan krijgt u namelijk 9.000 euro. Is toch leuk? Oh, 100.000. 100.000. Nou... 5 ton was erger geweest. Inderdaad. Ja, ik weet het niet. We hebben 92, dat was het bod. En het zal gezakt zijn. Maar hoe erg is het, bank? Zijn we eruit? Wat is het bod? 48.000 euro. Als je doorgaat, moet je 2 koffers openmaken. Zijn dat de 5 ton en de 2 ton, dan wordt het nog minder dan je nu hebt. Ja. Maar hoe groot is die kans? Vergeet ook niet dat je 25% kans hebt dat in koffer 19 2 of 5 ton zit. En als dat het zo is, dan ben je natuurlijk met 48.000 euro eigenlijk een beetje bekocht. Maar er kan ook een eurocent in zitten en dan is het natuurlijk een werelddeal. Ja. We gaan nog 1 keertje door. Je gaat nog 1 keertje door? Ja, echt? Ja. Weet je het zeker? Ja, dat doen we. Nou, het is wel spannend, hoor. Ja. Jeetje, Nina. Het is een beetje onder het motto, ik ben met niks gekomen en... Precies. Kom op. Ja, ja, ja. 2 koffers. Neem 2 hele goeie en niet het 500.000. De rest maakt niet uit, maar niet dat 500.000. Ik denk de mevrouw van 5. Dat dacht ik ook. Kijk. Ik denk ook, hij neemt 5. Mevrouw 5. 10 euro. Laat het nou eens kloppen. 8.000. Oh, stop. Oh. Oh, heeft u het al gezien waarschijnlijk. Is dat geen 10 euro dan? Oh, nee, die zat er niet meer bij. Maar ik heb niet gekeken nog, hoor. Het spijt me. Gooi je maar open. Wat zit erin? Er zit in... 1 eurocent. 1 eurocent.
Goeie. Goeie. Sorry dat we zo streng moeten zijn, mevrouw, maar u was iets te vlot met uw koffertje. Nog eentje. Goeie. De meneer van 20. Meneer 20 met het streepoverhemd. Wat zit erin? €7.500. €7.500. Ik hoop het, ik hoop het, ik hoop het, ik hoop het, ik hoop het. 25.000. Goed. Goed gedaan. Ja. Nee, moet je kijken. Nou, is het een heel ander verhaal, hè? Want er zijn nog maar 6 koffers. 1 bevat 2 ton en 1 bevat 500.000. De kans dat dat hierin zit is 1/6. En de kans dat 1 van die tonnen erin zit is 1/3. Dat weten ze bij de bank ook wel. Dus ze komen met €48.000 niet meer weg. Het bod gaat weer omhoog. Maar of we die €92.000 weer gaan benaderen, dat weet ik niet. Nee, dat denk ik nog niet. Ik weet het niet. Laten we maar kijken. Nou kijk, kans van 1 op 6 op 500.000, dat zou ongeveer €80.000 zijn. Maar ja, of ze dat ook bieden, laat het maar zien. Wat is het? €78.000. Ja, ik zeg even niks. Hij mag, nou, dan ga ik me... We gaan wel één keer door, Linda. Echt waar? Ja. Weet je het heel zeker? Ja. 1 koffer, dat moet lukken. 1 koffer? Eén koffer. Neem een goeie. Overleg met Diane wat een goed getal is. Bespreek het samen. Heb jij een getal waarvan je denkt, laten we die eens nemen? Nee, ik wil daar niets mee te maken hebben. Nou, kom bij me staan. Kijk even goed. We hebben 4, 6, 8, 26 of 22. Ik kies 6. De mevrouw van 6. Ik denk dat hier €50 in zit. Oh, en ik hoop het zo verschrikkelijk. €50, alsjeblieft. Oh. Ja. Ongelooflijk, hè? Wat een pech, wat een pech. Een 500.000 in koffer 6. Zonde. Balen dit? Oh, dit is erg. Want nu is het hoogste bedrag 2 ton. Er zitten nog 5 koffers in. Ja, dat is zeg maar €40.000 waard. Daarom en nabij zal het zitten. Dus we gaan zakken, want we hadden 78 en het is nu... 41. 41.000. Nou wordt hij lastig. Mag het al zeggen? Ja, het is jouw show. Jij mag het zeggen. Je moet als je doorgaat 1 koffer openmaken. En als je stopt, krijg je €41.000. Wat gaan we doen? We gaan stoppen. Je gaat stoppen? Ik denk €41.000. Weet je het zeker? Ja. Helemaal zeker? Dan feliciteer ik jou met €41.000. Hè? Nou, kom even dichterbij. Van mij had het echt €410.000 mogen zijn, maar het lag niet aan jou, want je hebt het echt geprobeerd. Je bent heel dapper geweest, je hebt risico genomen. En misschien is het wel goed om nu te zeggen, ja, weet je, je kunt wel blijven risico's nemen, maar straks ga ik naar huis met €50. En dat kan de bedoeling precies, niet zijn. Precies. €41.000 is een leuke bruiloft, is ook nog Bora Bora. Moet allemaal kunnen. En nu gaan we kijken wat er in koffer nummer 19 zat, want dat interesseert me toch nog wel even. Jullie mogen allemaal nog even raden. Wie had je genomen als jij nu had gezegd, ik ga door? Wie had je dan gekozen? Dan had ik de meneer van 22 genomen. Meneer, wat zit er in uw koffer? 2 ton. Is het 2 ton? Ja. Het is niet gelukt. Ongelooflijk. Op het goede moment gestopt. En u heeft €5.000 gewonnen. Dat is dank lekker. U wel, gefeliciteerd daarmee. Dank u wel. En jij bent op het goede moment gestopt, want nu was het echt misgegaan. Dat was het misgegaan, ja. Want de kans van 1 op 4 op €50.000, dat is, nou ja, wat is dat waard? Hooguit €12.000. Dus nu was het echt enorm gezakt. Wel nog steeds benieuwd wat er in koffer 19 zit. Want als er 50.000 in zit, heb ik het net verkeerd gedaan. Heb je hem net nog te goedkoop verkocht. We gaan even door. Wie had je genomen nu? De meneer van 4. Meneer 4. 50.000. Nou, als u dat denkt, dan zal het vast wel kloppen. €4.000 voor u als het klopt. Maak maar open.
Is het 50.000? 7.500. Jammer voor u. We hebben nog mevrouw 26 en mevrouw 8. Ik kies voor mevrouw 8. Mevrouw 8, wat denkt u? 50.000 euro. U denkt 50.000 euro. U wint 3.000 euro als het goed is. En het is goed! Ja! Nou, met een goede deal. En dan hebben we nog mevrouw 26 over. En u mag even zeggen wat u denkt dat erin zit voor 2.000 euro. Ja, ik denk 1.000. U denkt 1.000? Dan zou hij 50 hebben. Nou, laat maar zien. Is het 1.000? 2.000 euro als het klopt. Ja! Gefeliciteerd! En dat betekent, Floris, dat je maar 50 euro in je konto zou zitten. Ik ben hartstikke blij. Nou, kan ik me voorstellen. Hartstikke goed. Ja. Vorige week was het wel heel grappig, want die thuiswinnaar die dus 816.000 euro won, die wist helemaal van niks om de dood te vallen gereden dat ze niet naar miljoenenjacht zaten te kijken, maar naar Meiden van de Wit. Nou, op grond van de kijkcijfers van dit programma durf ik wel te zeggen dat de kans dat de thuiswinnaar op dit moment naar ons zit te kijken toch een stuk groter is. Maar ja, je weet het nooit. Dus Winston, heb jij door de gordijnen kunnen zien of ze naar miljoenenjacht zitten te kijken? Ja, het is dus zo dat wij een beetje een apart scenario hebben vanavond. Want ik heb inderdaad door het raam gekeken, Linda. En die mensen die zijn niet thuis. De mensen die vanavond dit gouden koffertje 22 hebben gewonnen, die zijn lekker op vakantie. En ik ben zo gelukkig eigenlijk dat ik bij de buren zit, familie Bos. Die hebben de deur voor mij open gedaan en ik moet kijken. Ja, mevrouw Bos die zit heel, heel erg naar de tv te kijken. Ziet u dat? Oh ja. Dat bent u. Ja, dat is inderdaad wel een beetje raar. Maar dan gaan we toch even niet meer naar de tv kijken. Want ik heb een bloemetje bij me. En dat was voor de familie Oldenbeek. Maar die is natuurlijk nu voor u. Goldenwijk. Goldenwijk. Ik heb een koffertje bij me. En dat is 41.000 euro. Ja, dat is een beetje een raar scenario. Want het is dus niet voor u, maar voor de buren. Nou is het misschien wel leuk om heel even te vertellen wat voor mensen dat zijn. En als u dat nou doet, ga ik ze gelijk even bellen. Want we gaan ze namelijk op hun vakantieadres even lastigvallen met dit toch wel hele leuke bericht. Wat voor mensen zijn het? Nou, Joppe, kunnen jullie zijn heel aardige mensen. Spontaan. Heeft u nou een klein geheimpje waar ik ze even mee kan confronteren? Een klein geheimpje. Hè? Moeten de planten altijd water gegeven worden of zo? Nee, die hebben ze niet. Oh, nou, we gaan kijken. Ze hebben geen planten. Ja, hallo? Hallo, met Winston Gerstenowitz van de Postcode Loterij. Ja, u spreekt met Kring Goldenwijk. Ja, dat is ook correct. U spreekt met Winston Gerstenowitz. Ja, oh, ja. Van de Postcode Loterij Miljoenenjacht. Ja. Ja, ik zit hier in Spanje. Ja, dat weet ik. Maar ik zit namelijk bij uw buren. U heeft namelijk geld gewonnen, omdat u koffertje 19 heeft geplakt. Oh. En hoeveel wilt u nu weten natuurlijk? Ja. Ja, ik overval u natuurlijk een beetje. Heeft u lekker aan de paella gezeten vanavond? Nee, we zitten nog aan de borrel. Oh, dat wel. Nou, bij dat borreltje wat u aan het drinken bent, heb ik een goed bericht. Want u heeft namelijk samen met uw man 41.000 euro gewonnen. Ach, dat meen je niet. Ja, dat meen ik wel. De buurvrouw zal het even bevestigen. Echt waar, Kunnie. Ja? 41.000 euro. Rosa, ja? Ja, eerlijk. Ja. Geweldig, hè? 41.000 euro. Nou, ik laat het hier in vertrouwen achter, neem ik aan. Dus dat komt helemaal goed. Ja. Als u nou lekker terugkomt van vakantie. Hoe gaat dat dan nu? Ja, dat gaan we u allemaal later nog wel uitleggen. Want ik ben nu live op tv met u aan de telefoon, zeg maar. Echt, ja? Nou, ik laat die koffer met geld gewoon lekker in de tuin staan. Dat is vast wel veilig hier. Oké. Nou, nog een hele fijne vakantie, hè? Dit is wel een hele bijzondere laatste aflevering. Hele fijne vakantie. Ja, dank u wel. Oké, dag. Dag. Nou, dit is wel een hele bijzondere afsluiting, zeg. Ja. Nou, 41.000 euro gaan dus naar de buren. Speelden jullie zelf ook mee? Ja, helaas. Helaas. Hoe voelt het nou? Even toch eerlijk. Lullig. Lullig. Ja, echt lullig, ja. Maar toch fijn voor de buren. Ja, voor de buren is het heel fijn. Nou, ik vind het in ieder geval heel lief van jullie dat ik bij jullie even naar miljoenenjacht mocht kijken. Het geld, wilt u dat aan ze geven? Dat geef ik aan hem, ja. Vanaf volgende week is Caroline Tensen er natuurlijk weer met Postcode Loterij 1 tegen 100. En wij zijn er volgend seizoen gewoon weer. Zo zie je maar. Het is altijd anders. Maar hopelijk bel ik gewoon volgend seizoen weer bij u aan met 5 miljoen euro. Dag.
Postcode Loterij helpt. Daar sta je met de bloemen. Kom er maar bij. Gefeliciteerd, dankjewel. Het is jullie gelukt. En hier is de check van 41.000 euro. Kijk eens, alsjeblieft. We doen er een glaasje bij, dankjewel. Kijk eens, alsjeblieft. Floris voor jou. Proost, hè. Dankjewel. Gefeliciteerd. Ik kom zo bij jullie. Momentje. Nou, dit was hem dan. De laatste miljoenenjacht van dit seizoen. En ook mijn laatste behalve de Tros. Wat wel een heel gek gevoel is. Maar voordat ik te sentimenteel word, ga ik snel de laatste belwinnaar bekendmaken. Daar komt hij. Gefeliciteerd met 10.000 euro. Namens de Tros, de Postcode Loterij en de 49 goede doelen. Heel erg bedankt voor het kijken en tot ziens. Dag. Bezoek ook onze website www.tros.nl.